Dag, beste kijkers. Voor de vroege vogels waren er deze voormiddag, zeker voor Lage Midden-België, best wel mooie opklaringen, soms zelfs brede opklaringen. Maar ja, ondertussen is die buienmolen alweer op gang gekomen. Ondertussen heeft u misschien al een paar donkergrijze wolken zien passeren en heeft u ook al een bui overheen gekregen. Want de afgelopen uren stilaan is het aantal buien al sterk toegenomen. Vanaf het zuidwesten trekken ze over ons land. En ook deze namiddag gaan we nog behoorlijk wat buien zien passeren. En ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar bijen vallen. Dus dat wisselvallige, we geraken het voorlopig niet kwijt. We blijven in dat zeer wisselvallige zitten. Met ja, af en toe toch ook wat gaten tussen die wolken goed voor een opklaring. Maar ja, zolang we in die westelijke of zuidwestelijke luchtstroming blijven zitten, hebben we nog altijd dat zeer wisselvallige en soms natte weer. We blijven onder de invloed van deze depressie. De kern daarvan gaat wel wat meer opschuiven naar het oosten. Dus voor vannacht en morgen is er wat meer wind nog. En nog altijd ja, die westelijke luchtstroming met geregeld een aantal buien. En dat is trouwens niet alleen morgen en overmorgen het geval. De rest van de week blijven we waarschijnlijk in dat zeer wisselvallige zitten met geregeld een aantal buien. En daar kunnen een paar intense exemplaren tussen zitten. Dat is ook vanmiddag het geval. Met kans op donder en bliksem. Met kans op lokaal veel neerslag op korte tijd. Met kans op hagel ook. Dus voorzichtig met zulk weer en ondertussen hebben we temperaturen die klimmen naar 15 hooguit 16 graden. Ja, ze klimmen iets hoger dan gisteren, maar het blijft laag voor de tijd van het jaar. En ook vanavond en vanochtend is er nog altijd een goed voelbare wind die gaat nog een tandje bijsteken. Voor het hele land kunnen er soms rukwinden zijn tot 60 km per uur. Ja, en er vallen links of rechts nog altijd wel een aantal bijen bij temperaturen dan tussen 5 en 10 graden. En morgen ja, al gauw alweer buien. En opnieuw kunnen er een paar vellen tussen zitten. Kan daar een donderslag bij horen. En alweer gaan die temperaturen niet al te hoog klimmen, meer dan 15 graden zit er waarschijnlijk niet in en we kunnen er maar beter aan wennen want ook voor de dagen daarna is er afwisselend zon, wolken, buien, kans op onweer dus mogelijk lokaal een intense plensbui. Voor woensdag nog meer van datzelfde weer en ook donderdag blijft het waarschijnlijk niet droog. Nu we starten nog wel met opklaringen, maar later op de dag komt een storing dichterbij. De timing is nog een beetje onzeker, maar in de loop van de namiddag en avond vergroot dan opnieuw de kans op neerslag bij temperaturen rond 16 graden. Vrijdag zien we een aantal buien passeren bij 15 graden en veel wind ook en in het weekend ja, gaat het ook niet droog blijven, dus nog meer wisselvalligheid, nog meer koel cool weer. Normaal mogen we deze deze tijd van het jaar zo'n 18 graden verwachten. Wel dat gaan we deze week niet halen. Meer daarover nog in latere weerberichten. Dus heel graag tot dan. Dag.